De Arnhemse Al-Fat Moskee heeft op zaterdag 22 december de omstreden imam Youssef Abu Nafi als spreker uitgenodigd. Ook is hij in beeld om de openstaande vacature in te vullen. Die imam wordt in verband gebracht met sympathisering voor het salafisme. De PVV stelde vragen aan burgemeester Ahmed Marcouch. U maakt zich daar zorgen over. Wat is de reden van die zorg? De reden van die zorg is, hij is zelf verklaard salafist. En het salafisme is een hele strikte leer binnen de islam. Waarvan ook de burgemeester gezegd heeft dat hij dat wil bestrijden in Arnhem. Wij willen niet dat hij zijn boodschap hier komt verspreiden. Want wij denken dat hij daarmee bijdraagt aan de radicalisering van nog meer Arnhemse moslims. En dat hij daarmee de integratie van niet-westerse allochtonen tegengaat. Ja, u zegt het is een omstreden imam. Wat zijn zowel de zaken waar hij mee in opspraak is geraakt? Nou, hij heeft bijvoorbeeld sympathie uitgesproken voor die Haagse haatimam Fawaz Niyait. Hij is verbonden aan de Al-Fitra-beweging. En we hebben natuurlijk zelf ook onderzoek gedaan, met name op social media. En dan zie je gewoon aan zijn uitspraken dat hij een hele orthodoxe moslim is met ideeën die heel erg ver afstaan van onze normen en waarden. Nu heeft deze moskee me uitgenodigd, allereerst om te komen spreken, maar mogelijk ook zelf voor een vacature die bij hun openstaat. Hoe zouden we hier moeten reageren volgens u? Want u maakt zich zorgen, maar wat zou de reactie moeten zijn als gemeente? Nou, zij hebben ook een brief gestuurd naar de gemeenteraad, waarin zij zeggen dat zij zelf geen salafistische motieven hebben en dat zij daar ver van willen blijven. Ik denk dat als zij hetzelfde onderzoek zouden doen als wij, dat zij ook tot de conclusie komen dat dat deze man een salafist is en dat hij hier niks te zoeken heeft in Arnhem. Nee, de burgemeester zegt, ik vind het ook onwenselijk en ik ga in gesprek, maar daar blijft het dan eigenlijk bij. Wat was voor u een meer passende maatregel geweest? Dat hij inderdaad een gebiedsverbod zou hebben afgevaardigd voor deze man, zodat hij niet aanstaande zaterdag hier zijn slechte praatjes kan houden tegenover mensen in Arnhem. Mm-hmm. En ze daarmee niet de radicalisering intrekt. Ja, dat lijkt nu toch wel te gaan gebeuren. Bent u van plan om daar nog verdere stappen richting te ondernemen? Ik heb mijn vragen gesteld. De bal ligt bij de burgemeester. Ik vind dat hij die stappen moet ondernemen. De Arnhemse burgemeester gaat met de moskee in gesprek om aan te geven dat het toelaten van deze imam onwenselijk is.